Jullie waren echt geweldig. Dus als ik ook nog iets voor jullie kan doen... Hm? Nou, oké. Okay. Ik zou waanzinnig graag eens bij de receptie willen werken. Maar voor maar één avond, hè? Omdat jij het bent. Ah, wat de beste! Als we deze camera's in het geheim ophangen, kunnen we Tom, Anna en Liv bespioneren. Vanuit het kantoor hier. Kom maar op met jullie geheimen. Zo'n kist had mijn opa ook. Die had een heel speciaal slot. Dan boor je in de zijkant een gaatje en als je daar dan een paperclip of iets insteekt, dan gaat die open. Het is onmogelijk. Als je bang bent voor een saaie zomer, kom dan met me mee. Naar een plek waar je nog weg kunt dromen, een hotel aan zee. Waar je vrienden hebt die alles delen, vreugde en verdriet. Waar het jou niet lukt je te vervelen, maar vergis je niet. Dit is geen gewoon hotel, dit is Hotel 13. Een hotel dat zijn geschiedenis aan niemand ooit liet zien. Dit is geen gewoon hotel, dit is Hotel 13. Check in en ontdek wat niemand voor jou heeft gezien. Welkom in Hotel 13. Hoe kan dat nou? Wat is er dan? Dit is echt heel vreemd. Ik kan me helemaal niet herinneren dat die foto gemaakt is. Dat zou ik toch niet vergeten? Hoezo? Waarom niet? Ja, nou ja, het ziet er best gezellig uit, toch? Verder niks bijzonders. Hoe komt Magellaan aan een foto van ons? En een foto die nog gemaakt moet worden. Ik snap het niet. Ik denk dat hij niet echt is. Liv. Een slechte grap van Liv? Lenny. Laat maar eens zien waar jij mee bezig bent. Ah! Kom, zet dat scherm Lenny. Uit. Ja. Meneer Richard, Leopold. Hallo, meneer Leopold. Wat wil je? Ik wilde vragen of Jack misschien daar is. Het gaat namelijk om mijn geluksbrenger. Een soort sleutelhanger. Sleutelhanger? Ja, een hele oude sleutelhanger. Van mijn overgrootmoeder. Is een familie-erfstuk. Zij heeft hem weer van haar overgrootmoeder gekregen. In ieder geval wil ik hem graag terug, want hij betekent heel veel voor mij. Geen idee wat Jack is. Ik moet nu door. Mama, wacht! Deze sleutelhanger is belangrijker dan wij denken, Jack. Daar ben ik nu heel erg zeker van. Waar was je? Ik was bij mevrouw Hennings. We hebben samen gesnackt. Oude mensen moeten dat doen, anders worden ze eenzaam. Oké. Ik moet nu echt mijn schoonheidsslaapje doen. Voordat hier morgen iemand knapper is dan ik. Mijn Forever Lovely water. Ik ben zo terug. Misschien moeten we haar Forever wordt toch een beetje slimmer water geven. Liv. Liv, heb jij die foto in de kist gedaan? Wat voor foto? Oké. En nu graag absolute stilte, ja? Dus, is die foto in de kist van jou? Welke foto? St, mijn oren hebben ook rust nodig.
die bij je? Nee, maar wel de foto die erin zat. Wat voor foto? De foto die je hebt gemaakt om ons een beetje in de maling te nemen. Wat? Zat deze foto in de kist? Liv, geef nou gewoon toe dat het een flauwe grap van je is. Oké. Ik heb die kist niet open gekregen. Laat staan dit erin gelegd. Hoe komt er in vredesnaam een foto van ons in een kist die 85 jaar oud is? Dat kan toch helemaal niet? We moeten terug naar 1927, met Magellaan praten. En we moeten hem vragen of hij... Misschien moeten we de foto nog wat beter onderzoeken? Bingo! Kom mee. Betrapt! Lenny? Meneer Leopold, zo laat nog wakker? Ook nog honger? Ik maak wel wat. Bingo, hè? Zo hangt hij toch scheef? Ja. Perfect! Ja, prima. Top. Psst. Ik heb zo'n bewerkingsprogramma. Daarmee kunnen we de foto nog eens goed bekijken. Oké. Meneer Meerding, heeft u goed geslapen? Ja, ik heb heel goed geslapen. En daar bent u niet blij mee? Jawel, daar ben ik wel. Maar mijn afspraak is daar minder blij mee, omdat ik nu te laat kom, omdat u mij niet gewekt heeft. Het spijt me enorm. Dat moet ik dan echt vergeten zijn. Dat zal nooit meer gebeuren, echt. Nee, dat zal zeker nooit meer gebeuren. Dit was namelijk mijn laatste nacht in dit hotel. Oh, dan maar... Ruud, wat is hier aan de hand? Ach ja, er moet blijkbaar met meneer Meerdings werkdienst iets misgegaan zijn. Meneer Meerdings is een van onze belangrijkste gasten. Hoe heb je zo'n domme fout kunnen maken? Bon. Ja. Ruud, als je me nu niet onmiddellijk zegt wat hier aan de hand is... is meneer Meerdings misschien niet de enige die dit hotel verlaat. Victoria van Lipstein. Meneer Leopold, goed dat ik u tegenkom. Ik, als het nieuwe gezicht van Hotel 13, moet dus onmiddellijk een fotoshoot. En een haute couture uniform. En foto's van mij door het hele hotel. De details kunnen we later bespreken. U kunt een afspraak met Rut maken. Ze weet hier alles vanaf. Klaar nu, mevrouw van Lipstein, ja? Door jouw geprul heeft onze belangrijkste gast zich vanochtend voor zijn afspraak verslapen. Maar ik heb zoveel vertrouwen in jouw plan voor een nieuwe aanpak dat je er meteen mee aan de slag kan. En ik had zo bedacht, misschien is het een goed idee als je eerst eens met het toilet begint. En wel met de wc-borstel. Nee, maar met de borstel? Nee! Ik poets geen toiletten. Zeker weten. Komen jullie? Kom. En jij lacht me uit? Als je me uit wil lachen, doe dat dan gewoon in mijn gezicht. Nee? Oké. Wat? Nee, dat bedoel ik zo toch niet? Dit is echt zo goor. Victoria,
stel je gewoon voor, het toilet moet, moet naar een casting. Het mooiste toilet aller tijden wordt gezocht. Holland's Next Top Toilet. Hm? En wij twee, wij zijn de visagisten. Ja. Ja? Goed, kijk maar. We schrompen, dat toilet is schroom. Jij komt er wel, toiletje. Zo. En nu eens zien wat we van die foto te weten kunnen komen. Zelfs de schaduwen kloppen. Daaraan kun je vaak herkennen of een foto echt is of niet. Mm-hmm. Hij ziet er zo echt uit, maar dat kan helemaal niet. Goed. Als die foto echt is, dan moet iemand uit het verleden gekomen zijn, de foto gemaakt hebben en dan weer terug naar het verleden gereisd zijn. Toch? Laat het zien. Zoiets vreemds heb ik nog nooit gezien. Hoewel, jongens, ik zweer het, ooit heb ik met een aardappel gepraat. Misschien heb ik het toch wel gedroomd. Ah, ze zijn te ver weg. Kun jij ze verstaan? Nee, eigenlijk niet. Dat programma is zo cool. Daarmee kan je mensen ouder maken. Ja, dat ook. Echt? Hoe werkt dat dan? Let maar op. Mag ik jullie voorstellen het nieuwe... Nou ja, iets wat verouderde nieuwe gezicht van het hotel. Cool, Victoria, oma. Oh, die arme Victoria. Nou ja, dat Forever Lovely water werkt niet zo goed. Ja. Ik heb een idee. Hey. Die krant. Oh, de foto. Die is van vandaag. Wat? Dat betekent dat zij vandaag gemaakt wordt. Stoor ik? Heeft jullie lieve vriendin Liv het grote nieuws al verteld?